Van uw residentie heb gehoord. Zeker voor Joetsjes omgewerkt tegengekomen, of nee? Het is natuurlijk bij een gezelschap wat zo vermetel is om zijn jubileum uit te drukken in Dree. Niet zo vreemd dat ze nog twee gedreven hadden, dan weer een jubileum. Dat heb ik heel goed gekiend bedacht. En toch heb ik alweer een hele historie opgeboekt. Zo'n truc is wie begonnen is, in 2001 kwam een idee op. En dat is een paar jaar later dan omgezet met wat ja, nu dan de Drekers zit. En dat heb ik toch wel onderscheiden door een heleboel leuke acties. Die goed Venlo op de Vastelavondskaart nog het vaster hebben geprikt. Wat dat betreft blijft er nog steeds een uniek gezelschap. En ook de afgelopen 3 jaar hebben we wat dat betreft geen verandering. Laten zien, en tenminste er is niet nog een ander groot Venlo's gezelschap achteraan komt, maar we weten komt die inspiratie nog. En na 3 jaar kan ze zeggen, dan is ze in de peutertijd aangekomen. Wordt allemaal, en ook diegenen die er nu vanavond neer zijn natuurlijk nog heel jong, net uit de luiers gekomen. Dat je de joeks erin houdt, dat kattenkoord, net dat sterkste, is uit de ooggoders van de vastelavond. In Venlo en alles stad zeilen. Wat dat betreft heb je dingen hun eigen functie zonder meer bewezen. En gezin natuurlijk in zekere zin al hofleverancier van de Wortelenpin dit jaar geworden. Het valt niet ontkennen, het hele Dreesman van de Wortelenpin heeft toch een duidelijke connectie
met de dekens. Ik begin tot ze later is geweer de uur gestoken. Ook nog ons komen versterken. Dan heb ik het over dat dreespan van de wortelpin. Dus wat dat betreft begint je een beetje in de eigen kroonkamer te komen en een kroonkamer te vormen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb ook begrepen dat je een cd hebt gebracht. Hoe een soort van compilatie van alle bekende Vastelovens liedjes op. En ik zeg dat niet voor het einde vangen, maar ik ben een cd-liefhebber. Kind ze downloaden. Een echte liefhebber, mijn leefdrekers zijn een echte liefhebber. Dat keur is natuurlijk voor cd's eigenlijk nog voor het zwarte goud, maar ja, dat rijdt zich zo let. Paarden gemaakt, dat is ook nog wel een truc hier op die afgelopen jaren. Doe ook met de Narin te komen een aantal jaren geleden in 2006. Dat is natuurlijk ook baanbrekend in, ja, toch vaak de mannenwereld van de Vastelovend. Is mijn gezin toch weer redelijk mannelijk hier aanwezig. Goed dat er wat dat betreft nog één vrouwelijk element is. En wat? ja, ik kijk wel hier van haar, dan heb ik ze. Ik kijk er ook van, ja meneer. Ik zou willen zeggen, een goed jubileum verder toegewenst en een fantastische Vastelovend. Ik wens u allemaal Vastelovend samen. Over, dames en heren, ik kreeg net te horen dat deze microfoon wat beter verstondbaar was als ten einde, dus we gaan het zo proberen. Natuurlijk fijn dat je allemaal hier ziet. We zien bij jou, Bliem en de Duitsers ook goed. Allereerst om even terug te komen op ons pruitje. Ik wil nog Geer uitnodigen. Je hebt 3 jaar geleden alles gedaan. Een volgend jaar op Vastelovens maandag met ons mee te gaan. Kunnen we weer de ganse gemeente doen en ik zal ook zeggen, die eerste contacten met Aarsen en Velden en Lom zien al gelag. Dus volgend jaar op de maandag met de Stadseilentour gaan we door Dovelbee. Dus als je wilt, kunt je net als 3 jaar geleden instappen. Dan hebben we dat alvast geregeld, kunnen we kijken wie dat te combineren valt. Je hebt net aangehoord wat er in de ontwikkeling van die 6 jaar met de dreetjes allemaal is gebeurd. Ik zal er dadelijk nog een beetje over uitbieden. Als we naar de gemeente kijken, zien we dat er ook veel is gebeurd. De Maasboulevard is namelijk nog steeds niet af. We hebben een paar mooie zuilen voor het stadhuis erbij gekregen die heel schoon binnen alle stadhuis stonden. Maar ik zal verder die punten niet allemaal aan gaan halen. We zien met de gemeente Venlo goed op weg. Joep, die rende nog rond in een geleend narrenpak van patatte wiel. Joep moest nog op de fiets naar huis, nadat ze een avond te goed waren geweest. Joep had ook nog niet zo heel veel bezoeken afgelegd. Maar dat waren het ontstond. Toen is het begon 6 jaar geleden. Jodelon. Mocht ik zelf uit de koker komen, toen hadden we al een eigen narrenpak. Waar een pak, ja, gekocht en mede ook gesponsord. En ik had al een schoon pak aan. Ik hoefde niet meer met de fiets naar huis, ben ik ook wel blij. Ik woonde heel wat dichtbij, maar toch. Ik word netjes toe afgeleverd, want een taxicentrale dat voor ons het vervoer regelde. Jaar later, inderdaad, die eerste vrouw, net al aangehold. Eerste Vastelovens gezelschap dat een vrouw tot haar middelpunt uitreep. Ook een daverend succes geweest, heel veel reacties ook gekomen. Jaar daarna, Luc Somers, op het stadhuis uitgeroepen. Ook uniek, nooit gebeurd, dat een hoogheid aan het stadhuis wordt uitgeroepen. Jordano heeft stijl het schoonste pleitje op zijn kop gestolen. Toen hadden we Bram die de kerst gaan trekken. En ja, toen hadden we ook al een limousine inmiddels. En ik heb het nog gezocht, hadden we 34 bezoeken die we in de tijd aflachten. Dus ja, we waren al flink op weg. Wie zal het nou zien over 3 jaar? Ja, daar kunnen we over gaan doorfantaseren. Maar eerlijk gezegd weet ik het niet. En ik zal het ook wel kort houden, want ik heb het programma gelezen. En ik heb het maar niet vooraf gezegd, want dan was je me allemaal in de regen gaan vallen. Maar ik heb gehoord dat als ik uitgeproot was, dat je een klepje kon drinken en eindelijk die belastingcentrum op kon maken.
waar is eigenlijk Paul? Ik kreeg gisteren een telefoontje. Ja, Luc, er moest wel wat vertellen over tattoos. Ja. Boven zit al bewerken. Nou. Oh, ik heb ze een keer een truc bij de Drekens. Dat waren de woorden van Sander bij de opening van het Roodhoes in Blierik. Sander zei tegen mij, Luc, ik heb ze een keer een truc bij de Drekens. En hij liep door. Dus vervolgens bleef ik een beetje verbaasd achter. Wat bedoelt er mee? Nee, op een oorgdag, op een gegeven moment, rond december, eind november, zit ik op de bank toe te denken. Zou de Drekens, die zou je op dit moment, wel eens een hoerigheid kunnen verhoren. Nee. Nee, op een oorgdag, geef me de telefoon. Joep Holla aan de telefoon. De eerste naam van de Drekens. En zit Luc. Zo lastig werd, is het hoos vastgelovend. Zo lastig werd, zien wij op de Drekens, met de Drekens, op paard. Vervolgens zit de Luc, zoals ik ook werd, trekt er einde de keer. De komende vastgelopen met de Drekens. Zo is sticht het willen doen. Deze was volgend. Ja, ik heb geen drie tellen nodig denken. Het was meteen ja. En ik moet de proclamatie voor hem al lezen. Wilt je de telefoons wel even allemaal uitzetten? Maar het resultaat moet je te zien. Een fantastische poster is het geworden. En een fantastische foto. Donner het uitkomen. Het intern voorstellen. Ik heb nog nooit zo'n fantastisch avond gehad. En ik hoop dat wij met z'n allen samen net zo'n schoenen vaste avond gaan maken dan dat ik de avond heb gehad en dat ik de laatste weken heb mogen meemaken in Groot Venlo. Onder het motto, wat een circus, en wat ben ik blij dat ze er is. Ik durf te zeggen, dat is het mooiste wat er is. Pluk een stuk vastelovensgeluk. Het liefst een heel goed. Want voor de vastelovend, doorgeet de vlag verroet. Maak Joeks en Jan Wieslaar op de lovend. Dat is vastelovend. Goede vastelovend. Dan werd hij gewezen, Bjorn. Het is geen idee. Drekens, wie gij in de leven kwam bij de Bellamos, krasden wij onze berkeer achter de oren. Wat moeten wij mee? Wat doen wij en wat gaan we ermee doen? Wat doen we mee? We hebben een vet beer van u gekregen. Ja, de bus die was al een goede ring. We hebben nou een geweldige vierzorgende deur van Gaia. Dat bus bij ons nog veel beter zijn. Nu komen ze naar ons toe met 55 jaar bestaan en zeggen van, wij gaan nog een keer een feestje bouwen. Nou, om te maken dat we weer een geweldig feestje maken. Drekens, gefeliciteerd namens de Bellamos, het zuidelijke stuk van gemeente Venlo. Gefeliciteerd, gang zo door. Met de manier wie gij vaste normen viert. En ik weet heel zeker dat Groot Venlo er alleen maar rekening mee heeft. Proficiat! Al het goeie kunt men drieën, dus let goed op het moment dat er een bum hangt. Ja? Dankjewel. Dan wil ik nu ook nog uitnodigen, want over 3 minuten gij het heet toe, heb ik gehoord. Je kunt zo direct heen tegenover beetje veden vergulden. Ga van naar binnen gewoon. Dan zien we ook nog even aanwezig. We hebben ook Roy Pollux van de Lindeboom.
en Erik Schreurs van Café De Vergulde Gaper bereid gevonden om de eerste 100 consumpties vernop uit te geven. Dus... Ja.